Mama, klaar voor de bruiloft dan. Doe me een bruine fruitschaal. Met gegarandeerd 10% vlees. Poeh, mei. Zie verder zitten, die schrikken zich allemaal een hoedje. Die weten niet goed wat hier overkomt. Mijn naam is Isa en ik ben de dochter van Frank. En ook jullie voice-over. Test! Frank wordt wakker en stapt lekker onder de douche. Vandaag is de grote dag. Undercover 3, de première. Eerst komen Frank en Tom aan op locatie. Daar worden ze gefouilleerd. Dit is mijn eigen feestje. En dan zien we ook nog Nasmie. Mama klaar voor de bruiloft dan. Die vertrouwen we wel. Ook al speelt ze een grote drugsbaron in Undercover 3. Werk alleen met mensen die ik kan vertrouwen, die eerlijk zijn tegen mij. Maar weer voordat de première begint, nog even een korte rondleiding over het event. Hier komen onze influencers. Ik ga dan niet eten. Dan komen ze in ons laboratorium. Kijk eens even, we hebben een schitterende bioscoopzaal. En dan gaan zij de eerste aflevering kijken. Spannend, jongen. En nu heb ik even geen tijd meer om de voice-over te zijn, want ik moet foto's maken. Doei! Hey ouwe, ga je met me mee? Ik heb een beetje respect voor je. Zeker niet. Vader, ga je met me mee, zeg je dan? Kom, ga foto's maken. Oh, ja. En jij moet met me mee, en Tom ook. Foto's maken verschrikkelijk. Met mij toch niet? Frank zijn dochter en mijn dochter hebben ook dezelfde naam. Ja? Ja. Wat kom jij doen, Isa? Ik kom foto's maken van jou vandaag. Foto's maken van ja, mij? Ja. Ben je fotograaf? Nog niet, maar dat wil ik wel worden. Dus ik ben jouw proefkonijn vandaag? Ja, dat ben ik. Kijk dan een beetje door. Altijd. Elke fotograaf zit dat in. Ja, ik zat te hoog. Helemaal blij mee. Ja. En dan moet ik ook weer andere kleren aan, of niet? Nee, volgens mij hoeft dat niet. Kijk maar allebei zo. Jij bent de fotograaf, jij moet zorgen dat we leuk kijken. Jullie zijn de acteurs, dan moet je toch weten hoe je moet kijken. Nou, jullie zijn in jullie rol, jullie moeten een beetje... Een beetje boos kijken? Ja, jullie zijn zo neutraal, hè? Oké. Daar heb ik niks aan. Snap je? Ja. We zullen even heel goed boos kijken. En ik ga ook foto's maken met Nasmie. Het is heel knap, dus ik denk dat het zelf gaat lukken. Dank je, Isa. Ik heb gewoon plaatsvervangende moederlijke gevoelens. Omdat mijn dochters soms ook meegaan en het is zo gezellig. Ja. Oké, zou je nog één keer roken naar uitlaat? Dat ging net goed. Oh, cool. Mooi man. Ja, goed toch? Ja, heel goed. Hier maken wij pillen die je eigenlijk helemaal niet moet gebruiken. Dat is heel ongezond, maar je gooit wat dingen bij elkaar en dan... Oh, hebben jullie zo gemist. Schatjes. Zijn het echte pillen? Nee, dat is schrijf. Oké, leg maar op jullie tong. We moeten niet eten. Zo'n goede pillen zijn er niet. Goede pillen. Je wordt Tom Waas een mooie vrouw van. Wat wel lekker is. Nee. Ja. Nee, dat is pas druk. In het zetelje zitten? Ja. Hoe is dat? In het zetelje. Zetelje. Wat noemen jullie dat dan? Sofa. Een bank. Een bank. Een bank, daar haal je geld af. En daar open je een rekening. Ja. Oké. Okay. Een bruine fruitslaag. Doe maar een bruine fruitschaal. Ik denk, bruine fruitschaal, wat de fuck is dat, jongen? Dat is gewoon warme hapjes noemen wij dat. Kun je een frikandel hebben? Nee. Gadverdamme, daar zitten er nog in. Ook. Godverdomme, dat stinkt zich. Stinkt het? Met gegarandeerd 10% vlees. Wat is de rest dan eigenlijk? 10% vlees? Ja. School. Poeh, mei.
En dan is het tijd voor wat opnames. Wat nou, dit is Tulum. Tulum? Tulum, Turks fruit. Ziet eruit als bierborstjes. Ja, maar het is heel zoet. Het ziet er vettig uit, hè? Ja. Maar ik bedoel, het ziet er niet echt dieet uit. Ah, nee, dit is allemaal niet dieet. Ja, wat is er aan de gang? We hebben influencers uitgenodigd en die passeren eigenlijk van in een Turkse feestzaal door een drugslab heen. Zien Ferry er zitten die hen eigenlijk gewoon wegjaagt. Komen ze bij mij terecht. Ik zeg amper iets, maar ze schrikken zich allemaal een hoedje. En dan worden ze aan Nazmiye overgeleverd, krijgen ze een drankje. Maar tegen dat ze daar zijn, zijn ze de meeste strontzenuwachtig. Die weten niet goed wat hen overkomt. Dan kunnen ze daarna gaan kijken naar de première van Undercover 3. Het seizoen is prachtig geworden. Kun je kijken op Netflix. Wij gaan een feestje vieren. Om ze van amuseren. Undercover.